richting bocht 2. Butler komt de pitstraat uit. Jackson zit er pal naast. Dit is heel gevaarlijk, Bas. Geen van deze twee wil wijken. Het zou een stuk netter zijn geweest als Jackson hem had laten gaan. Hij geeft hem geen duimbreed toe. Ze gaan verder. Nog steeds wiel aan wiel. En ze raken elkaar ook nog bijna. Op het rechte stuk dan, richting de volgende chicane. Er zit niks tussen deze beide wagens. En door de chicane gaan wij nu, stuurt Jackson ze allebei van de baan. Butler over een curve. Oeh, dat zag er niet goed uit. En ik geloof dat een van hun wagens hier beschadigd is, Olaf. Ik denk dat het Butler is. Schade, Bas, maar ze hebben ook plaatsen verloren. Ongelooflijk. En ook totaal onnodig. Nou, één beschadigde wagen, posities die moeten worden ingehaald. Wat een complete puinhoop was dat. It was at this moment he knew. He messed up. What was that? What did he think he was doing? Okay, calm yourself down. We'll look at it in the debrief later. But right now, I want you to go and get those places back. Come on, let's go. A few moments later.
to the car behind. Car behind. 1.5 seconds. Clear.
pick up rubber and bring it home.